alles hebben. Ja, dames en heren. Om te beginnen, welkom bij Rovra. Zijn er mensen die trouwens nog nooit gekanoed hebben? Hoor je bijna nou wel. Ik zal wel aardig praten, hoor. Ja! Er zijn er dadelijk altijd wel een paar. In ieder geval, jullie zitten dadelijk met z'n drieën per boot. Dus niemand vertrekt dadelijk ook met z'n tweeën. Simpelweg omdat we gewoon precies een aantal boten hebben voor het aantal personen die jullie zijn. Degene die dadelijk achteraan zit is de stuurman of stuurvrouw van de boot. Degene die dadelijk vooraan zit is het motortje van de boot. En degene die in het midden zit, die heeft geluk, die krijgt in het algemeen ook geen paddel mee. Simpelweg omdat je te ver van het water af zit, waardoor de boot uit balans raakt, zou je inmiddels te willen paddelen. Degene die daar dus achteraan zit, is verantwoordelijk voor het sturen. Als hij of zij aan de linkerkant van de boot paddelt, gaat de neus van de boot naar rechts. Paddel je aan de rechterkant van de boot, gaat de neus van de boot naar links. 5 minuten op het water en dan weet ik het zeker dat iedereen het wel onder de knie heeft. Over de paddel zelf, zorg dat je dadelijk altijd één hand ongeveer 20, 25 centimeter hier boven het blad vast hebt. En die andere hand op de knop. Als je linkshandig bent, heb je hem op deze manier bij wijze van. Maar het belangrijkste is dat je je hand altijd op die knop hebt. Heel veel mensen die zijn geneigd om hem zo vast te houden. Daar hou je wel vol 1,5 uur. Maar morgen heb je vreselijk veel last van je pols. En dat proberen we eigenlijk te voorkomen op die manier. Ja, alles duidelijk? Dan laat ik het weer aan de begeleiders over. Hou vol, hè? Het gaat prima. Yeah.